raadsleden die net benoemd zijn als wethouder en hun wethouderschap vervolgens aanvaard hebben, zijn van rechtswege geen raadslid meer. En dat waren ze wel. En hierdoor zijn er vacatures voor 4 raadsleden. Deze raadsleden, de komende raadsleden, de heer Uitendaal, Koppes, Gemser en Van Koten, worden nu toegelaten en leggen de eed of belofte af. En daarmee is de gemeenteraad dan weer op volle sterkte. De commissie onderzoek geloofsbrieven is bij elkaar geweest. De commissie bestaat uit de heren Bleekman, Aardenburg en Boulet. Ik verzoek de voorzitter van de commissie, de heer Bleekman, het resultaat aan de raad mee te delen. Dank u wel, voorzitter. De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft onderzocht op basis van de kieswet en de gemeentewet of de heer Van Koten, de heer Uitendaal, de heer Koppes en mevrouw Gemser toegelaten kunnen worden als leden van de gemeenteraad van Velzen. De commissie heeft geen aanleiding gevonden die de toelating belemmert en adviseert de raad om over te gaan tot toelating van de betreffende raadsleden. Dank u wel. Dan verzoek ik de kandidaat raadsleden die ik net heb genoemd om naar voren te komen om ook hier in de kring te gaan staan en ik verzoek alle aanwezigen om even te gaan staan. Mevrouw Gemser zal de eed afleggen. Ik begin dan ook bij u. Ik lees het voor en dan zegt u: zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. De heren die leggen de belofte af. Ik lees het voor en dan zegt u: dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouwd zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord, de heer Uitendaal? Dat verklaar en beloof ik. De heer Koppes? Dat verklaar en beloof ik. De heer Van Koten? Dat verklaar en beloof ik. Dan heet ik u allemaal van harte welkom als nieuw benoemde raadslid van de gemeente Velzen. Ook hierbij geldt dat we zo meteen zullen schorsen om te kunnen feliciteren. Er worden nog even wat foto's gemaakt. Ja, dat is voor de stemfractie. Dan gaan we nu meteen door. Ik zeg net, nou gaan we nu meteen door met agenda punt 8, de overige benoemingen. Ja. 8a, benoeming van de steunfractielid mevrouw Gouda. Omdat raadswerk een hoop tijd kan kosten, kunnen de fracties ervoor kiezen om steunfractieleden in hun fractie op te nemen. Een steunfractielid ondersteunt de desbetreffende fractie met het raadswerk. Vanavond hebben we het genoegen om 2 nieuwe steunfractieleden te verwelkomen. Eentje. De fractie van de VVD heeft mevrouw Sylvia Gouda voorgedragen als steunfractielid. Ik zou mevrouw Gouda willen verzoeken om goed naar voren te komen, ook hier in de kring te gaan staan. Zoek iedereen weer even te gaan staan.
Mevrouw Gouda wenst de eed af te nemen. Ik lees het voor en dan zegt u: zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik zweer dat ik, om tot steunfractielid van de Raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enig belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als steunfractielid van de Raad naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord? Zo waarlijk helpen God mij almachtig. Gefeliciteerd, welkom als steunfractielid. APPLAUS.